Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een boze Sander en mij die mijn Pokémon Legends Arceus spelen. Ja. Ja? Dat klopt denk ik. Ik weet het niet, ik weet het nog niet. Of je boos bent of niet. Ja. Maar dan moet je nu dus nog niet boos zijn en je klinkt wel boos. Return to Village. Yes! Okay. Hij is niet boos! Nee, ik ben niet boos, Ben je ook niet woest? Dat wel. Dat wel. Nou, Mary. Has a little lamb. Nou, zul je zien. De stress is nog niet... Oh, het kan wel! Oh. Zie je altijd die negativiteit, hè? Zo jammer. Nou, nee, dat hoort er gewoon bij. Dat hoort er gewoon bij, zegt hij. Alle bugs... Nee, alle poison, dark en psychics of spy kicks. Oh, die is poison, die gaan we niet verwijderen. Oh, die is ook... Oh, dat is een... Umbreon gaan we sowieso niet wegdoen. Spiel, nobody cares. Dat is niet waar, dat is niet waar. Ik hou van Spiel. Maar niet in deze run-through. Do you love Spiel, though? Ja, ik vind dat een leuke Pokémon, jij niet? Jawel, jawel, jawel. Zo'n zeehondje, zo'n rollende. Ja, dat vind ik wel vet. Vetting. Nee, oh, je zit op één zo'n lijn. Als je zo'n lijn hebt? Ja, dan zit... Ja, ik zie voor me wat je bedoelt. Gewoon letterlijk. Oh, Tentacool mag ik ook. Dat is cool. Nou, dat vind ik niet zo cool. Tentacool. Wist je dat in Sword and Shield gewoon Seeking zat? Dus dat ik gewoon... Oh nee, dat hoeft niet. Dat ik gewoon die... hoe heet het? Seeking? Op die bingo kaart dat ik gewoon Seeking kunnen zetten. Ah. Maar heb ik niet gedaan. Dat is niet zo Seeking. Dat is iets minder Seeking inderdaad. Wil je op mijn telefoon glimt? Colbert bedoel ik, Wishcash. Bronzong mag ik ook. Oh, ik heb ook een Bronzong. I wish cash. Dat snap ik wel. Monies, om precies te zijn. Jingling mag ik ook. Jinglinglingling. Voltorb, oh ja, die staat wel op mijn bingo kaart. Yo, better way you Goodra. Ja, dat kan. Moet tegen. Het is zo'n Goodra. Wat moet je tegenhouden? Nee, ik moet tegen een Goodra. I dropped it erin. I dropped it erin. Ja, dat krijg je dan. SMS Sylvie on. Naar? Naar 6969. Tuurlijk, altijd. Sneasel is ook poison in deze game. What the freaking. Die mag je ook al. What are you doing? Laat je zo wel winnen. Dat is toch hoe dat werkt of niet? Dat is niet hoe dat werkt, maar leuk geprobeerd. Een Sylveon is one hit KO'ing. Dat gaat goed. Oké, ik ga even organizing. Dat kost me alleen maar tijd, dus dat is fucking dom eigenlijk, maar boeien. Boeien. Dan weet ik wel welke backup mons ik heb. Weet je wat, laat maar. Ik had toch iets meer Pokémon dan dat ik dacht. Oké, vet veel rocks. En dust. En shit. Other one bites it, hè? Een other one... Really? Ja. Dat vind ik heftig. Art power! Oh, ik heb sowieso niet heel veel goed. Heb ik in mijn box nog? Of in mijn doos? In je doos. Ja, ik weet. Dames bewaren het daar ook nog wel eens. Nee. Sorry. Wat?
Het meeste noem je... De kut noem je toch ook wel eens een doos? Ja, dat was ook mijn grapje. Ding. Ja, dus ik zei... Dames, we waren daar ook wel eens daarom voor de grapje. Ja. Ja, dat deed ze. En de minimum, en de minimum, de andere was de dust. Ik haat Goudra met heel mijn leven. Ik ga die Goudra niet eens slaan. Ik kan hem wel wearen, maar dat heeft geen zin. De Goudra is veel te sterk. Ja, dat is. De Goudra is te sterk. Ja, ik ga sowieso niet. Het gaat me nooit lukken om mijn hele team goede stats te laten geven. Dat is wel vervelend, denk ik. Ja, Marcellia is gecanceld. Nee, grapje. Marcellia. Maar die heeft wel de slechte stats. Nee. Kijk, en dit is dus waarom je meer Pokémon moet vangen, kindertjes. Ja, ik heb Scyther! Je hebt dus een filmpje van Scyther, hè? Ja, die is fucking ziek. Ken je die? Misschien ken je die wel. Dat is zo'n filmpje en dan staat Scyther dus op zo'n... Scyther staat niet op een auto. Wat lul ik nou? Nee, zo'n dude staat op een auto. Ja, en dan doet hij zo... Scyther! Dat. Waarom heb ik Gengar wel grid paddles gegeven... En, ja, en Mr. Roselia niet, want Roselia is hoger leveling. Kan jij mij dat vertellen, Sandring? Waarom dat nee, is? Dus. Daarom vroeg ik me ook af. Dit duurt ook best wel lang. Ik weet niet of dit slim is. Aan de andere kant, je Pokémon worden er wel beter van. Ik zou zeggen, is slim. Aan de andere kant zou ik zeggen, nee, is niet slim, want het kost tijd. En ik ben dus bang dat jij me net iets te hard inhaalt ofzo. Nou, ik ben bezig met een Goudra. Ik heb hem voorlopig nog niet geslagen. Is dat de eerste guy? Ja. En ik moet straks nog gaan kijken voor een Evoluck. En nog voor een Firestone. En nog voor een zo'n item om Scyther te evalueren. Dus ik ben voorlopig nog niet klaar. Ja, of je gaat gewoon... Nee, ik bedoel, nee, klopt. Nee, maar... Ja. Is er... Zou je dan niet beter gewoon door kunnen gaan? Of denk je dat je het dan niet redt? Nee, ik kan hier al niet eens een Alpha Goudra verslaan met mijn hele team. Ja, oké. Dat is wel heftig. Dat wou ik zeggen, ja. Zeker heftig, geen... Ja, sorry, ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen, want ik ben eigenlijk alleen maar aan het spammen en Pokémon aan het EV's gainen? Ja, effort level. Het is niet effort value trouwens, dus het is niet helemaal hetzelfde als een EV. Weet je waarom? Omdat het een Gengar is en geen Eevee. Ah, stop je. Ah, je bent zo'n joker. Hey, ik ben wel zo'n joker. Is joker dat? Als je zeg maar zo'n pakje kaarten pakt. En je pakt zo de joker, dan sta ik erop. Dat geloof ik wel, ja. Kijk, dit ben ik, jongens. Dit ben ik. Ja. Maar heeft zo'n joker bij de hand? Nee, ik ben wel... Door veel mensen noemen mij wel bij de hand, ja. Dus ik dacht, ik doe dat ook even met de joker. Dat geloof ik wel, ja. Wat? Nou, nu ben ik offended, natuurlijk. Nu ben je woest. Nou, dat valt wel mee. Oké, ga dan. Another one bites the dust, man. Another one does bite the dust. Goudra to shelter. Doe even niet.
Doe dat in je eigen tijding. Waar gaat de shelter? Ja, in zijn shelter. Dat is meestal waar mensen shelteren. Niet in zijn skelter. Dat ook. Maar zo klinkt het wel namelijk. Ik heb een tactiek. Yes, got a tactic. Doe de tactics, Andrew. Doe de tactic. Oh ja, wacht. Ik kan hier gewoon dit doen. Oké. Okay. Buy items is precies wat ik wilde. I want to do shopping. Oh, ik dacht ride your bicycle. Ook. Ja, zal ik dat doen? Ik kan wel een paar van deze. Ik denk dat dat nog wel een tactiek is. Ja, misschien moet ik toch beter. Ah, ik weet niet of dit zin was. Maar, hè. Misschien had ik toch beter gewoon die guy kunnen. Naar die guy toe kunnen gaan en level candies kunnen kopen, maar. Ja. Luxie Yo, Luxie. Yo, is dat zo'n Luxie? Dat is een Luxie. Oké, en als het goed is, is hier dan een foto. Kijk, en die Voltorb, die vang ik dan in zo'n Pokeball in. Slimpy, Slimpy. Ja, en dan is hier ook zo'n Voltorb. En weet je wat ik daarmee doe? Knuffelen. Nee, mijn plan was dus dat ik die dan zo ga vangen in zo'n pokeball. Oké, niet eens een high shaking, dus dat is fijn. Dus dan weet ik, gray balls do be working. En we weten ook van mij, I do be liking the gray balls. Ja, dat weet ik nog zeker dat jij die liked. Ah! Oké, deze hunter haat mij. Snap ik wel. Ik snap het ook wel. Wat, hè? Nee, niks. Helemaal niks, Hing. Oké. Ik eet soms een Twix, Hing. Ja, is dat niet een van die vier dingen die je zou gaan verbannen? Oh ja, je hebt geen Twitter meer. Je mist de hele context, Hing. Ja. Yeah. Nee, op Twitter ging er zo'n plaatje rond. En dan was het zo van, welke van deze vier chocolade dingetjes wil je verbannen? Als je moet. Oké. Okay. En ja, dan zou ik zeggen, doe normaal. Fuck de bounty. Ja, nee, dat zei ik niet. Ik zei, ik roep een bounty hunter op hem af. Dat zei ik, okay. Dat waren mijn exacte woorden. Ik geef eerlijk toe. Je bent wel zo'n grabbing jacket. Maar ik vind... Ik zat heel erg te twijfelen, want ik vind Snickers dus ook niet lekker. Want nootjes in je chocolaatje... Allebei lekker. Is fucking lijp. Nee, dat vind ik niet. Je bent zo raar, hè. Echt niet normaal. Maar wat moet je anders? Twix of Mars? Zeg maar, Mars is echt goor. De Mars moet eruit. Mars is niet goor. Mars is fucking goor. Fucking genius. Degene die dat heeft verzonnen? Nee, Mars is echt goor. Die leeft niet eens op aarde, joh. Dat is echt... Dat is een buitenaar. ja, dat was een hele crapje. Die is zo goed dat hij niet op de aarde leeft. Het is dat je goede grapjes maakt, want op smaak dat heb je nog veel te leren. Maar ik haat nootjes in mijn chocola. Waarom? Dat is wat chocola lekker maakt. Ik ben niet zo'n chocoladefan. Alleen, als er nootjes zitten, vind ik het wel lekker. Ik ben lekker. Ook niet zo'n chocoladefan, maar als het een Mars is, dan eet ik het wel. Is het geen Jupiter? Oh. Is het ook geen... Holy... Wow. Wow. Ja, wow. Ik ben niet zo slimpie. Heb je het in de gaten? Ja, en of. Waarom moet deze guy me nou zien? Omdat hij goed is in kijking. Wat ben je nu eigenlijk aan het doen?
Ik was Pokémon aan het vangen, zodat ik die straks kan releasen, zodat ik weer van die grid dingetje dings krijg. Oh jezus, dat had nog lang duren. Ja, was het niet slim. Weet ik niet of het slim is. Ik weet niet hoe hoog je Pokémon zijn en of je daarmee veel kan uitbrengen, zeg maar. Ik weet ook niet. En dan maar ik dacht... Maar niet zo slim. Nou, jij okay, wel. Ik wel. Ja, ik wel. Ik dacht wel. Ja, kijk, weet je wat het lastige is? Ik denk als ik dat niet doe... Dan ben ik ook fucked. Oh nee, high shaky. Oh, yo, jongen. Die high shaky. I do not caring. I do not caring. You don't have place in your satchel. Voor wat heb ik geen place in mijn satchel? Voor maagse poeder. Oh, dat hij zei voor iets anders. Oké, okay. deze hoef ik niet, die, ja die kan ik niet verliezen, dus die hoef ik niet. Die hoef ik niet. Geweldig en betoverend. Die hoef ik ook niet. Wat vind je geweldig en betoverend, sorry? Ik ben geweldig en betoverend. Ja, dat klopt. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ring. Nou, vind ik wel. Dat is een grapje. Eindeloze. Dimensies toevallig? Yo, dat is een overquilling. Yo, jij bent daar al? God. Jip en Janneke. Jip en Janneke? Niet eens alleen Jip of alleen Janneke, gewoon Jip en Janneke. Oh, dat was niet handig. Ja. Oh, yo. Ja, Jip, hij ziet me. Jip. Wat een loser boy. Of ben ik dan de loser boy omdat hij mij ziet, zeg maar. Ja. Oké. Ik heb een idee. Oh jee. Ik ga lopen. You do be loping. Kijkt hij nou deze kant op? Ja, ik kijk deze kant op. Wat een crazy guy. Dan is hij niet kippengeen. In de ogen. In de ogen. Oh. Freak. Freak. Hij is aan het eten. Kabooming. Geen hoogshake. Hij doet wel zo'n hoogshake. Oh, dit is fucking kut. Ja, dat werkt dan niet. Ah, mijn lieve. Als de wilde Pokémon al level 54 zijn, dan ga ik echt genaaid worden. Ja, of je kiest ervoor om wilde Pokémon te vangen. Van jouw tijd. Aan de ene kant ja, aan de andere kant lukt dat gewoon niet. Want ik heb een heleboel die je niet tegenkomt in het wild. Omdat je bepaalde Ivo ja. Dingen, requirements, gedoe, chisel. Chisel, dinkies. Ja, die. Kan ik ook poison gassing? Dat doet toch alleen poisonen. En gassen. Ben ik paralyzed? Ja, dan werkt dat niet. Poison en gassen. Ja, oké, het werkt. Oké. It do be poisoning. Nou, dan kan ik hem nu denk ik wel vangen. De vraag is, heb ik nog steeds een ultrabal nodig? Of lukt het nu ook in een great ball? Ik ken iemand die zou zeggen, I like great balls. Die ken ik ook, ja. Zo'n man ja? In de case. Klinkt als een coolige... Oh. Sandring. Wat gebeurt er? Azelt is aan het wegrennen. Wat gebeurt er? Ja, je moet opgeven. Great dust, dat meen je. What freak. Moet je dan blijven gooien totdat je die mogelijkheid krijgt? Ja. Nee, je moet. Nee, ik was aan het kutten. Je moet niet opgeven trouwens. Ah, oké. Dat meen je. Ja, dat meen ik. Wat meen ik eigenlijk? Nee, deze game. Ik gooide echt 1 millimeter voor die Pokémon. Ja, nou, weet je wat? Laat maar. Ik ga wel gewoon bij jullie weg. Electrifier.
Wel dom, hè? Dat Electrifier Fire heet, terwijl het geen Fire-type is. Had Dynamic Mortar Electrifier genoemd. Maar waarom zou je dan Electra gebruiken? Noem dan gewoon Magmorfire. Ik snap het niet. Ik snap jou ook niet. Wees blij. Wees blij, zegt hij. Ik ben super blij. Maar ja? Ik snap jou niet. Nee. Dat was een leugen. I was leaguing. Een liga. Een liga. Ja, dat is zo'n... Focus moment ding. Volgens mij. Hoe ziet die kozen mij? Volgens mij moet ik gewoon door. En fuck it, YOLO-ing. YOLO? Waterpolo? Wow. Vind ik vet. Rest just a little while. What the fuck? Okay. Een liga. Een liga. Een liga. Niet een liga. Jawel. Nee, maar niet liga. Kom op. Dat is niet netjes. Ik ben voor eerlijkheid. Dus niet liga. Oké. Okay. Oké, okay, pap. Zij nou pap? Ja. Maar ik eet bijna nooit pap. Wat? Huh? Oh, ik had toch een goed onderwerp voor deze aflevering. Nou, dan bewaren we die voor volgende aflevering. Volgende aflevering? Misschien is het helemaal interessant onderwerp, maar ik wil niet daar te kort tijd voor hebben. Oké, ik wil het ook niet. Misschien hebben we wel maar 1 minuut nodig of nog niet eens. Ik weet het niet. Ga ik enter? Ik ga enter. Oh, misschien had ik dat niet moeten doen. Misschien had ik eventjes... Oké, wacht even. Oh, ik heb die candies niet bij me. Freaking fricker. Freaking fricker? Hey, ga je mee als je dat wilt? Oh, ik weet niet wat slim is. Ja, fuck it. Hoor je bij ons? Hoor ik bij jou? Onze en wereld zit vol die andere? Varen. Wow, dat is wel ziek. Soms dan hangt er een groot avontuur in de lucht. Dat is voor ons dan de klus om te klaren. Ja, dat is voor ons wel de klus om te klaren, ja. We zullen het je leren. Dat is wel lief. Ik kan ook zeggen van... Nee. Flikker op. Maar uit. Nou, dat is zo cool zeggen. Maar hey, tip, hey, doe niet. Ga met mij mee, Winks. Pak mijn kamer bij de hand. Probeer de kracht toevallig te voelen. Voor de stem van de natuur toevallig. Voor de stem van de natuur. Yo, zo'n zieke samurai guy. Zieke samurai guy? Ja, Benji. Banjo-Kazooie? En zie je, er is wel gewoon wilde everlurking hier. Oh, sorry. Heb ik nu jou niet voor geloven? Maar geloven. Ja. Dat maar is dat een... Ja, maar is dat een alfa of... Nee. Oh. Ik heb hem ook gevangen. Welke level? 47. Dat is wel niet echt de level waar ik op hoopte. Maar dat geeft niet. Ja, dat is wel... Het liet me gewoon een ding overspoelen. Max Potion? Ja, frick. Dat was niet de planning. Nee, de bedoeling had je kunnen zeggen, Sander. Dat perfect shit geweest. Oké, Hex. Agile style Hex? Werkt dat? Ah ja, dat werkt. Ben je al klaar voor het aflevering? Ik ben echt, ik zit echt net in een battle, hè? Dat weet je. Oh. Nee, dat weet ik niet, want dat kan ik niet ruiken. Oh, ik dacht dat ik dat gezegd had. Oh nee, ik had gewoon een commentaar gegeven op het feit dat ik met Benji praatte. Maar dan kon jij niet weten dat ik ook hem moest bevechten natuurlijk. Nevermind. Ik kan mijn kop wel weer. Nee, juist niet. Nee. Dat was ook, ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. Maar zo, ja, dat kwam me heel verkeerd uit. Je hebt gewoon een beetje rare trekjes. Ja, sorry. Dat geeft niet. We zijn allemaal een beetje raar, Ray.
vandaag wel een. God of War. Dat is echt ook kut. Die count het echt mijn hele team volgens mij. Je hele, niet eens je halve team, gewoon je hele team. Nee, mijn hele joh. Boy, yo. Ik heb geen steel type, hè. Er zijn geen steel, poison, steel. Psychic is er wel. Oh, wat ja, lullig. Bonzang. Oh, trouwens, laat maar. Waarom is Roselia ook zo kut trouwens? Nou, doe eens lief tegen Roselia. Ja, qua moveset. Die heeft echt slechte aanvallen. Grass type is natuurlijk überhaupt niet zo heel goed. Goedie. Ja, poison ook niet als ik deze aanval mag. Nee, dat is waar. Goed, ik wil eigenlijk af en weinig, maar jij zit nog steeds in die battle, of niet? Nou, niet lang meer, want ik ben zo dood. Maar er zijn al twee Pokémon van me dood. Van hem één. Zit je in de battle of Bazing Zee? Nee. Was het maar zo. Huh? Ik zie geen drill. Nee. Maar sowieso, in Bazing Zee, dat kan toch helemaal niet, want er is helemaal geen battle in Bazing Zee. Nou, bij die boor doen ze best wel battelen. Ja, maar er is geen oorlog in ieder geval. Dat zeg ik ook allemaal niet. Ik zeg alleen battle. Nou, maar ik vind dat toch dichter in de buurt komen, dus dat vind ik toch gek. Yo, liegen hier. Straks, hè, zul je zien dat ik hem alsnog win. Dat kost wel meer tijd, maar op zich, ergens zou het ook nog vaag wel kunnen. Oké, nu niet meer. Maar Roselia is ook dood. Maar Gardevoir krijgt nog poison damage. Ja. Ha, Gardevoir is dood. Ik heb nog maar twee Pokémon eens. Ik heb wel alleen nog Alakazam en Samurott. Maar... Ik hoop dat hij nu een poison type heeft. Hij heeft echt een poison type? What the frick? What the fricking? Ja. Is Sneasel niet ook fighting? Nu vraag je moeilijke dingen. Oh. Moeilijke dingen. Oké. Ik ga gewoon Sanhabit, OW als je mist, elke Samming. OW. One hit KO. Misschien dat ik hem ook nog wel ga halen ook. Als hij nou nog één keer een goede matchup. Glades. Geen fighting type. Wat? Glades is wel een fighting type. Hij is psychic fighting. Is psychic resist psychic, tuurlijk. Maar dat is gunstig, want dan resist ik dus al zijn dingen. Hij heeft wel Drain Punch. Oké, dat is iets minder gunstig. Oké, misschien met Strong Style. Misschien heb ik hem dood. Anders net niet, dan haat ik mijn leven. Hoe dan? Oh, what the frick. Die had ik echt niet verwacht. Fuck, ik weet het niet meer. Ik heb verslagen, de Banji, Kazooie. Echt? De Banji en Kazooie heb je verslagen? Ja. Very good indeed. Dan gaan we de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende aflevering van Pokémon Legends. Ja, dat zien we graag. Adios, amigos.